De wereld is natuurlijk verschrikkelijk groot. En soms heb je het gevoel, ik ben niks. Hè. Wat ben ik in die wereld met 6, 7 miljard mensen? Met mijn klein, kort leven. Met mijn beperkingen, met mijn talenten. Wie ben ik eigenlijk? En dan is het heel belangrijk dat je voor jezelf toch ontdekt, hoe dan ook, ja, elke mens heeft dat gevoel, ik ben wel het centrum van de wereld. Hè. Dus in mij... Dat is ook juist in zekere zin, want elke mens ervaart de wereld zoals hij ze ervaart. Er is niemand die dat op dezelfde manier doet als jij. Dus alleen jij doet dat. Het heeft van alles te maken, hè, hoe jij dus de dingen ervaart in je leven, hoe jij de liefde ziet, hoe je de andere mensen ziet, hoe je jezelf voelt. Dat is super uniek. En dat is hoe jij het ook keert of draait, dat is zo. Je moet dat nu niet gelovig of ongelovig voor zijn, dat is gewoon zo. Je voelt dat ook wel aan. Dus als je dat voelt, als je die uniciteit, als je de uniciteit van jezelf ziet, het unieke, dan is natuurlijk ook de vraag, ja, als ik, wat ik doe in deze wereld, dat zal ook uniek zijn. Niemand anders zal dat doen. En dan hoor ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je als jonge mens ook eens afvraagt, wat is dat eigenlijk? Welke voetafdruk wil ik nu eigenlijk zetten? Ik moet nog niet helemaal nadenken over in heel mijn leven, maar ik stel dit nu wel de eerste stappen. Als je zou zeggen, mijn leven, dat is een stappenreeks. Dus ik begin nu toch wel, omdat ik een aantal keuzes ga maken in mijn leven, begin ik eigenlijk wel stappen te zetten. En dat heeft belang. Ik denk dat een van de grote problemen die de huidige economische situatie is, dat tegen jonge mensen eigenlijk gezegd wordt, goh, dat gaat hier moeilijk worden. Ze. Ik weet niet of we wel nodig hebben, want we weten nauwelijks wat we met de mensen nu moeten doen. Dat klopt niet, want binnen enkele jaren is demografisch is dat voorbij. Dus gaan we eigenlijk heel veel jonge mensen nodig hebben. Maar het is ontzettend belangrijk dat de maatschappij zegt, wij hebben u wel nodig. We hebben uw talent nodig, we hebben u specifiek u nodig. Niet een soort mens. Niet, ik kan niet zeggen, ik heb flexibele mensen nodig, ik heb dat soort mensen nodig. Nee, ik heb u nodig. Dat is natuurlijk... Allee, in de liefde is dat heel belangrijk, dat men dat ziet. Het gaat over jou. Hè, dat is wat, iedereen van ons zal dat zeggen, natuurlijk. Dat is tegen u, dat uw lief tegen u zegt, ja, eigenlijk, ik heb zo een profiel gemaakt en dan heb ik u gekozen. Want op basis van die en die, hij moet flexibel zijn, hij moet in de keuken goed bezig zijn, je moet van alles goed kunnen, hij moet mee te converseren zijn, met humoristen. Dat is, voilà. En blijkt dat jij voldoet aan die categorieën, dus ik zal u aannemen. Ja, dan gaat iedereen wel eens mee lachen, denk ik. Hè. Dan ga je denken, wow, dat is toch niet zo'n geweldig gevoel voor mij. Maar hetzelfde eigenlijk met uw leven. Uw leven moet je niet eigenlijk zien in kenmerken van, ja, ik ben flexibel, of ik ben slim, of ik ben dat. Maar ik heb die en die mogelijkheden om iets te doen, hè, om andere mensen gelukkig te maken, om aan de wereld iets bij te dragen. Als ik iets ga studeren bijvoorbeeld, dan moet ik natuurlijk rekening houden met wat ik goed kan. Maar wat ik goed kan, mijn talent, dat kan ik ook gebruiken om de wereld te doen groeien. Om de wereld beter te maken. Om iets aan die wereld toe te voegen. En ik denk dat gevoel, dat we dat soms te weinig hebben. En dat er plekken moeten zijn waarin je dat voor jezelf eens kunt vragen, samen met anderen. Wat zou ik nu echt willen bijdragen aan die wereld van morgen?